Peter Pannekoek, die heeft iets voor elkaar gekregen wat heel veel mensen... We kunnen hem eigenlijk wel een beetje de Takker van Nederland noemen. Wat heel veel mensen al heel lang willen, is hem gelukt. Hij heeft iets voor elkaar gekregen wat bijna niemand tot nu toe gelukt is. Namelijk Eva Jinek een keertje weer op tv krijgen. Behalve haar eigen programma. Hè. Zij werkt nogal part-time, laat ik het zo noemen. Nou, en... wat is dat nou voor opmerking? Zij werkt nogal part-time. Bedoel je te zeggen dat ze kort geleden is bevallen... Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Zij werkt, net zoals Matthijs van Nieuwkerk dat ook deed, niet heel veel in een jaar. Dus dat is een feit, Frits. Dus wat hij gedaan heeft... Jeetje, wat irritant dit. Ik vind het een aantijging, maar oké. Nee. Ga verder. Nee, hij heeft haar weten te strikken voor Dit Was Het Nieuws. Natuurlijk een iconisch programma inmiddels op de televisie. En zij heeft eigenlijk altijd geweigerd om aan zo'n programma mee te doen. Überhaupt doet zij niet zoveel. Nee, omdat zij gewoon heel... En dat snap ik ook. Ik ken haar een beetje. Zij is gewoon heel erg bang om eigenlijk een beetje buiten haar rol te vallen. Zij is heel snedig, heeft ook heel veel humor. Moet je wel uitleggen als je zegt ik ken haar een beetje? Nou ja, ik heb haar bijvoorbeeld meegemaakt op het huwelijk van Winston Gerstanovic met Renate in Ermelo, waar Bram Moskowitz de babs was. Heeft ze in de eeuw verbonden. Eva was mee, die kwamen er ook vol allure in de Aston Martin van Bram aanrijden. Ik heb haar toen een beetje leren kennen van de andere kant, namelijk als iemand die ontzettend veel humor heeft, waar je echt mee kan lachen. Die ook van een biertje houdt, dat vind ik altijd sowieso leuk als een vrouw bier drinkt. En iemand die ook gewoon het liefst op sneakers of cowboylaars loopt en van Bram natuurlijk altijd een mooi hoog hakje aan moest. Maar in ieder geval iemand die inderdaad heel erg gevat uit de hoek kan komen. Ik denk dat ze dat ook in het programma ook gaat doen. En Peter Pannekoek heeft daar heel lang een laffe tak genoemd, omdat ze gewoon nooit wilde. Nou, Frank Daanen zit er nu in. Er zitten nog een aantal mensen in die misschien toch ook een beetje... Hier, Helwin van Loon, de stand-up comedian, ook best hard. Absoluut. Dus misschien dat ze nu ik ga het toch doen. We hebben in ieder geval even gevraagd aan Peter Pannekoek hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft. Ja, Eva Jinek zei natuurlijk altijd, ik wil niet te gast zijn bij Dit Was Het Nieuws, want ik ben veel te bang dat ik iets geks zeg en voor je het weet gecanceld ben. Dus de vraag is, hoe is het ons gelukt? Nou, we hebben afgelopen seizoen alles geprobeerd. Smeergeld, comprimerende foto's, chantagemateriaal, niks lukte. Hoe lang duurt dit programma? Ja, nog een keer. Welke kerktoren heb jij om je? Wat is dit? Totdat ik in de wandelgangen hoorde, ze komen misschien terug bij de AVRO-TROS. Er zijn onderhandelingen gaande. Dus ze hebben gezegd, daar moet ik bij zitten. Ik heb het als ijs op tafel gegooid. Is het nog bijna opgeklapt. Maar het is ons gelukt en ik ben heel blij. En voor mij, het wordt een fantastisch seizoen. Want niet alleen zij is de gast. We hebben Henry van Loon, Frank Daanen, Roxanne Kneteman, de mannen van Roentvoet, Wende Snijders. Nou, ik heb er ontzettend veel zin in. Leuke line-up. Absoluut, ja. Eva Jinek bij Peter Pannekoek. Dat belooft een mooie televisie. Ja. Volgens mij ben jij gewoon een beetje verliefd, Guido. Ja, ik heb al een hele leuke vrouw, dat weet je. Dus. Jazeker. Ja. Betekent niet dat je niet verliefd kan zijn. Mm.